Goedendag. We konden vannacht prachtige lichtende nachtwolken zien boven ons land. Dit was het beeld boven Zwolle. Maar of we ook komende nacht zulke mooie beelden kunnen schieten, ik betwijfel het, want de bewolking wordt dikker. Maar voor het zover is, hebben we vandaag echt nog wel een mooie zomerse dag te pakken. Wel is het zo dat er veel sluierbewolking voorkomt, en dat is op nadering van een storing. De lucht op hoogte wordt namelijk iets vochtiger. Dat heeft alles te maken met een warmtefront die nu nog boven Frankrijk ligt. Dus deze band met wat lichte bewolking. En wat verder opvalt zijn die hele witte plukken boven Zuid-Frankrijk. Die komen snel onze kant op. Dat zijn een aantal stevige regen- en onweersbuien die op dit moment ontstaan boven Frankrijk in hele warme lucht. U moet zich voorstellen, er ligt nu een bel met hele warme lucht boven het oosten van Frankrijk en het zuiden van Duitsland. En in die lucht zullen vandaag een aantal stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Die buien die trekken uiteindelijk richting het Ruhrgebied, maar ook centraal Duitsland, Luxemburg, die omgeving. Daar moeten ze echt rekening houden met noodweer. Maar ook Limburg gaat daar een veeg van meekrijgen. Ook als we even naar het Duitse ICO-model kijken, zien we dat namelijk vanmiddag gebeuren. Dan zien we dat warmtefront ook klaar liggen met daarachter dus die warme lucht. Maar ook die onweersbuien die erin komen, dat zullen echt felle onweersbuien zijn met hagel en onweer. En ook Limburg kan daar dus nog een veeg van meekrijgen vanavond en vannacht. Nou, dat hele complex trekt wel snel door. Liggen we morgen in heel Nederland alweer in de koelere lucht. En ook maandag, als de stroming naar het noordwesten is gedraaid, een vrij koele en gematigde dag. Dus dat warme weer raken we wel snel kwijt. Maar voor het zover is dus vanmiddag nog echt hoge temperaturen. 21 graden direct aan de kust, daar wat frisser. Maar een groot deel van het land zomerse waarde van 25 of 26 graden. Maar ik zei het al, later op de dag wordt de bewolking wat dikker. En zeker in Limburg kan het tegen de avond al gaan omweren. En die regen- en onweersbuien die trekken ook naar het oosten toe. En ook in de Achterhoek in Twente moet men rekening houden met een paar buien met onweer. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk droog en raakt het bewolkt. En halverwege de avond ligt het kwik zo tussen de 17 en 21 graden. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 15. Maar die Oosthoek blijft gevoelig voor buien. De rest van het land droge condities. En daar beginnen we morgenochtend dan ook mee. Veel bewolking, nog een paar buien. Die buien trekken weg richting Duitsland. Komt de zon er af en toe bij, maar de zon heeft het wel moeilijk. En het wordt toch nog 21 tot 22 graden, ondanks die aantrekkende noordwestenwind. Laat op de dag kan er in Zeeland of in Brabant weer een bui vallen. En dan zou ook de opmaat voor een hele wisselvallige week. Met eigenlijk elke dag wat buien. De zon heeft het af en toe echt wel moeilijk. Temperatuur blijft ook vaak onder de 20 graden. Pas later in de week wordt het iets droger en komt de zon er ook weer wat vaker bij. Ik wens u een goed weekend.